Of barootje. Hey Bo! Hey Luc. Hoe was ziekenhuis? Je blaft helemaal niet voor ons. Hij wil blaffen tegen alles. Je blaft helemaal niet tegen ons. Nee. Hé, maar hoe was het ziekenhuis? Ja, dat was alweer gisteren. Ja, gisteren. Ja. Duurde nog lang? Nog 6 weken. Nee, maar was je lang daar gisteren? Ja, nou, we hadden ons een klein beetje verslapen. En kwam je te laat daar? Net op tijd. Ja, daar hebben ze een hekel aan, hè? Ja, het is hartstikke volgepland. Ja, dan moet je weer een andere dag terugkomen. Nee, we waren er thuis. Nee, maar als je te laat bent. Ja, dan... Of je moet heel lang wachten. Kijk, er staat daar een hele file met vrachtwagens aan de overkant. Links van die boot. Er is iets aan de hand daar. Ja, of die brug is kapot misschien. Ja, ze staan op de brug, staan ook vast. Dan is die toevoer misschien overal gestagneerd nu. Gaat hij niet meer open? Of dicht? Of dicht. En je kan twee kanten, misschien zien we één kant, zien we niet. Wat staat helemaal vol? Ja, het kan ook gewoon een file zijn op de A5. Ja, als er maar iets gebeurt, dan ligt alles vast. Als de file op de A15 is, zou ze de brug vrij moeten houden. Ja, die brug is eigenlijk voor gevaarlijke stof, hè? Ja, maar toch, als ik uit de Europoort terugkom... En dan moet je overheen. Dan moet ik over de brug. Dan moet je over de brug. Een tunnel. Maar die gevaarlijke stoffen mogen niet door die... Nee, die mogen niet door de brug. Maar eerst een keer... Een tijdje geleden, toen dat net zo was, had ik geen erg in. En rij gewoon door de tunnel, maar dan kan je er pas bij Rome weer af. Hè? Had je gevaarlijke stoffen bij? Nee. Maar als je van die kant komt, kan je niet anders. Als je naar hoofdvlieg zit. Je had ook geen tank met lachgas bij? Nee. Kan ik
bij ons zo halen bij de flat. Maar ik kan ook lachen zonder lachen. Ja, dat geloof ik wel. Dat is een mooi soortje daar in Zalmplaat. Meeuwenplaat. Of Meeuwenplaat. Zalmplaat woonde ik vroeger. Wordt er nog geschoten daar, niet? Geschoten? Ja. Ja, dat zal wel. Ik hoor het altijd niet als de deuren dicht zijn binnen. En met die dempers hoort het helemaal niet. Er staan een hoop vrachtwagens daar, hè? Eens kijken. Ja, het staat gewoon stil. Het zijn ook gewoon steeds dezelfde die op de brug terugblijven. Nee, ik niet. Dat witte trekt in een rooi. Ik ga er niet staan. Een zootje, hè. In Afghanistan. Dan zouden die mensen toch al lang terug moeten halen, joh. Ja, maar die kunnen niet bij die vliegtuigen dan. Nee, maar het was al een paar maanden geleden bekend. Ja, maar dat zijn geen lekkere jonge Taliban. Nee. Daar hebben die Amerikanen tegengevochten, de Russen hebben tegengevochten. Chinezen. En nu komen ze misschien ook naar Nederland, de Taliban. Als ze meevluchten wel. Ja, want er is nou een vlucht, komt er binnen. Ze weten niet wat in het vliegtuig zit. Behalve zitten geen Nederlanders in. Ik heb die Sigrid Kaag heb ik op een tafel zien dansen van de Taliban. Een foto. Ja, het kan ook Photoshop zijn. Ja, dat is wel. Kom mee, hè? Het is fris weer, hè? Lekker, dan blijft het in ieder geval droog. Ik voelde toch een paar druppeltjes net. Nee, ik kan niet. Als het bij je raden kan dat niet. Misschien had ik me even verbeeld. Nee, ik kom naar de boom. Nee, dat was zonder boom. Maar soms zijn ze ook wel eens een keer in de war, hoor. Nee, ik heb het net nog gekregen. Oké. Wat hebben ze nou gedaan in je auto? Ja, nieuwe veren erin gezet. Die dure veren? Ja. Toch wel? Gisteren geprobeerd met de goedkope. Ja, dat die met de hand opengemaakt kan worden. Ja, dat ging helemaal prima, alleen gaat hij niet dicht. Daar heb je niks aan. Blijft hij zo'n stuk openstaan? Ja, daar heb je niks aan. Want dan kan ik die honden ook niet achterin zetten. Wat kost zo'n geentje nou? Ik heb het nog niet gevraagd, maar ik denk dat ik het met 1000 euro niet heb. Alleen die veren kost al 300 euro. Dan koop ik 4 auto's voor. Ja. Ik rijd er nou 3 jaar rijken al in. Nou ja, rijden tussen aanhalingstekens. Ja. Ik rijd niet veel in die auto. Morgen werken. Moet je nagaan wat dat kost, joh. Ja, dit is absurd. Er is er 1 chauffeur kapot, maar je kan ze niet 1 vervangen. Dan moet je ze allebei vervangen. Ik heb ANWB gekeken, hè, op internet. En toen heb ik gezien wat ze schrijven over Daihatsu. En dan hebben ze gezegd, ja, Daihatsu is zo'n goed gemaakte wagen, dat die weg moet uit Europa. Want de garages hebben er niks aan. Bovendien, die motor heeft een distributieketting. Dat is tegenwoordig steeds minder. De Europese wagens hebben meestal een riem. Ja. Die moet je, ook al rijden, niet mee, toch om de zoveel jaar vervangen. Ik heb 2 keer zo'n wagen helemaal in de puin gereden. Een Ford Escort en een Ford Fiesta. Met een 1,8 diesel. Dan rij je 60.000 kilometer, moet je de riem vervangen. Dan reken je nog een paar kilometer verder. Gelijk kapot. Ja. En is ook heel je motor naar de kloten. Nou, ik hoop dat het eventjes hierbij blijft. Met die klep? Ja.
De volgende wagen die je net moet nemen is een wees een moet niet, maar... De volgende wagen... Een Japaner. Dat wordt een Nissan Vio. Of een Toyota. Als die honden er niet meer zijn, dan wordt het een kleine auto. Ja, wat hebben alleen voor boodschappen bij. En misschien het ziekenhuis. Ja. Maar nu ook voor de honden.